Deze video wordt u aangeboden door BOVAG. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Joep Vrijling, geboren in 1949. En al 21 jaar eigenaar van deze Volvo 480 GS. De complete koppeling is een keer vervangen. Binnen de garantieperiode was heel snel in het begin al in België na een jaar tijd. En ongeveer bij 300.000 is de tweede bak erop gekomen. Dat waren eigenlijk de grootste reparaties. Vandaag is het lampje van de richting en wijze naar links kapot gegaan. En dan zal er ergens misschien een opmerking gemaakt worden over een betrekkelijk geringe olie. Lekkage wil ik het niet noemen, maar ergens verliest hij een beetje olie. Misschien bij de pakking van de pan kan zijn, niet zeker. En vandaag een Volvo 480. De tweede keer reeds dat ik er eentje voor Klokje Rond keur. De vorige keer was het op Autoweek Live. Nu is het gewoon in onze werkplaats. 506.000 kilometer heeft hij gelopen. En 2 liter benzine is het overigens. Ik weet niet of deze auto's überhaupt als diesel waren. Maar ik vind het eigenlijk een hartstikke lekker autootje. Pittig motortje. Rijdt lekker, schakelt goed. Hij piept en kraakt en rammelt wat, zoals je mag verwachten na 21 jaar. Dan wordt dat plastic allemaal wat harder in zo'n interieur. Maar verder, tot nu toe, heb ik er echt weinig op aan te merken. Volgens mij hebben we deze week een klokje rond aan duizenden. Achter me zie je de Volvo 480 met de hoogst bekende kilometerstand ter wereld. Het is slechts 506.000, wat voor Volvo begrippen natuurlijk niet zo heel veel is. Maar hey, het is een 480, hè? En de eigenaar die erbij hoort, Joep Vrijling, dat is een soort van pauze op het gebied van de Volvo 480. En ja, dat niemand is een vat vol verhaal. Hij ziet er keurig uit, ik kan niet anders zeggen. Voor de kenners, die weten het al, voor de niet-kenners dus eigenlijk. Deze motor is 100% Renault. Net als de versnellingsbak. Volvo en Renault deelden van alles aan techniek in de tijd. Waaronder motor en versnellingsbak. Ook sommige delen van het onderstel werden door elkaar heen gebruikt. En dit is best wel een goed motortje eigenlijk. Erg betrouwbaar, pittig. Nou ja, deze heeft al 5 ton gelopen. De cilinderkop is er al wel een keer af geweest. Waarschijnlijk voor een lekker koppakking, dat komt nog wel eens voor. Maar ook dat is geen schande bij ruim 500.000 kilometer. Zonder tie-rips en duct tape kun je geen Volvo 480 rijden. Als we naar de onderkant van deze motor kijken, dan zien we een zwarte beugel die motor en versnellingsbak aan elkaar verbinden. En je zou kunnen denken, waarom is dat? Is dat wel nodig? Die motor en die bak die zitten toch al goed tegen elkaar aan. Nou, dit is typisch zo'n onderdeel waarvan je verwacht het niet, maar hele grote problemen krijgt als het er niet op zit. Ik heb zelf namelijk ooit zo'n auto gehad waar die beugel niet op zat en toen brak de hele versnellingsbak in 2 stukken. Maar in de testperiode moet dat dus ook misgegaan zijn. Ja, met anders, zo'n beugel verzin je. Komt die beugel dan? Nee. De onderkant van de Volvo ziet er in eerste instantie best goed uit. Bij nadere inspectie blijkt wel dat de remleidingen onder andere wat aan het corroderen zijn. Nou, die loopt best wel lastig langs de tank op, dus als je die moet vervangen heb je echt een flinke klus. In dit geval is het nog te redden met goed opschuren en overnieuw in het tactiel zetten. Dan kunnen ze nog wel een paar jaar mee, denk ik. Hoewel de uitlaat tijdens het rijden niet heel erg lek klinkt, verraadt hij zichzelf hier door een zwart spoor van roet. Dat vanaf een aansluiting van de uitlaat naar beneden loopt. Er komt gewoon, die roet komt met vocht naar buiten lopen. En je hoort hem dus niet zozeer lekker,
Maar je ziet wel dat hij het doet. Ja, Vredestein is een goed alternatief voor de A-merken als je iets lagere prijsklassen zoekt. In ieder geval beter dan Linglong, Wanli, Typhoon, Nankang en al die andere troep. Joep, een Volvo 480, ja, het blijft natuurlijk een smaakgevoelig ding. Wat vind je er eigenlijk van? Nou, tot vanochtend had ik hier niet heel erg een mening over. Ik zei al, ik heb één keer eerder eentje mogen keuren en toen ook gereden. Op een of andere manier had die tot vanochtend nog niet de sympathie bij me losgemaakt die ik nu voel voor deze auto. Want ik vind hem echt heel erg leuk. Ja, datzelfde gevoel heb ik ook inderdaad, ja. Maar zeg me dat je positief bent. Ja, ik ben hartstikke positief. Op een paar versleten stabilisatorrubbers en een klein roestgaatje in een dorpel na mankeert er eigenlijk niks ernstigs aan. Dus ik kan niet anders dan, niet alleen uit sympathie, maar ook uit technisch oogpunt, deze auto in ieder geval één hele vette duim geven. Okay. Ja, hij heeft dan ook wel een hele zorgzame eigenaar, hè? Ja, dit is ook een typisch voorbeeld van als je er goed voor zorgt en hem goed onderhoudt, dan hou je gewoon echt iets moois over. Deze man doet bijna alles zelf. Het is gewoon een handige vogel. Echte mankementen heeft hij, godzijdank, niet vast kunnen stellen. Hij heeft me wel geattendeerd op een beginnende corrosie van de remleidingen achter. Nu kan ik het nog zelf verhelpen, want anders zou ik de hele remleiding links en rechts moeten gaan vervangen. En dat is een redelijk vervelend klusje. Als ik 666 drop heb, ben ik ook al heel tevreden.